24 jaar. Dat is de leeftijd die ik dit jaar ga bereiken. 20 ben ik al een aantal jaren gepasseerd. En zoals je kan zien, zou ik mezelf wel eens moeten scheren. Maar dat absoluut terzijde. Ik heb vandaag een nieuwe video voor je gemaakt. Voor mijn jongere ik. Voor wanneer ik 20 was of nog geen 20 was. Het zijn namelijk 20 dingen die ik graag had willen weten voordat ik 20 was. Mijn hele doel van deze video is om je wat. Ja, mijn jongere ik wat advies toe te spreken. Want ja, toen ik geen 20 was, had ik gewild dat ik dit soort content had gekeken. Of in ieder geval dit serieus had genomen. Oké? Nou, niets wordt opgelost door te klagen. En dat is het eerste. Negatief zijn lost helemaal niks op in je leven. En dat maakt niet uit of je 20, 30, 40, 50 of 60 of 70 of zelfs 80 jaar oud bent. Elke actie in dit leven kent een reactie. En als je alleen maar positieve dingen uitspreekt, krijg je positieve reacties terug. Negatieve reacties krijgen negatieve. Negatieve acties krijgen negatieve reacties. Dus zorg ervoor dat je zoveel mogelijk positief praat. In ons leven hebben we heel veel negatieve gedachten, maar probeer deze niet uit te spreken. Ga niet klagen. Hou het dan liever voor je. Nou, zelf verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven. Als er shit gebeurt in je leven, is er maar één iemand verantwoordelijk. En dat ben jij zelf als persoon. En dat ben ik zelf ook voor mijn eigen daden. Neem ik vandaag een video voor mijn kijkers op, ja of nee? Doe ik vandaag outreach voor nieuwe klanten voor mijn coaching business, ja of nee? Maak ik vandaag content? Ga zo maar door. Het is allemaal mijn verantwoordelijkheid. Hetzelfde voor de mensen die voor mij werken en voor mijn familie. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik neem verantwoordelijkheid over alles in het leven waar ik controle over heb. Over de dingen waar je geen controle over hebt, zou je zelf ook niet zorgen hoeven te maken. En routine is de fundering voor alles. En dat is ook een van de redenen waarom ik vandaag deze video voor je opneem. Ik neem één video per dag op, na 8 tot 10 minuten value, vaak. En dat is ook precies hoe ik het wil hebben. Geen bullshit, geen shit for views. Dat is helemaal niet hoe ik ben, maar gewoon straight value. En hoe zorg ik er nou voor dat ik dit jaar, nou, laten we zeggen, misschien wel meer dan 100 YouTube-video's online zet, 100 YouTube-thumbnails maak, 100 YouTube-titels, et cetera, et cetera, et cetera. Is gewoon door elke dag één video op te nemen. Dat is precies wat ik nu doe. Ik neem één video op. Kost me misschien 1, 2 uur. En niet het opnemen van de video, maar het bedenken, alles ervoor, alles erna, et cetera. Kost me gewoon 1, 2 uur per dag. 1 uur, denk ik eerlijk gezegd, per dag, minimaal. En ja, het is gewoon een habit waar ik nu weer in zit. Een dagelijkse video voor je maken hier vanuit Bali. En dat helpt me ook in de gym. Bijvoorbeeld ook routines, maar ook in business. Dus zorg ervoor dat je routines bouwt in je leven. Stop ook met het zoeken naar hulp. Tenzij het voor mentorship of dat soort dingen is. Maar heel veel mensen zijn op zoek naar hulp. Iemand die hun kan helpen of dingen voor hun kan doen. Tenzij het echt een mentoren zijn, zoals ik bijvoorbeeld ben voor heel veel van mijn e-commerce gasten. Dus zou je daar interesse in hebben, kan je altijd de link hieronder klikken. Kan je een call inplannen met iemand van mijn team en kijken of we een juiste fit zijn. Maar dat is zijde. Ja, heel veel mensen die zoeken dus hulp bij mensen die ja, niet hun advies kunnen aannemen. Dus in ieder geval, om het zo maar te zeggen, ik sprak het even verkeerd uit, maar iemand met een Toyota wil je geen advies van als je vragen wilt. Dat is het hele principe. 20 is jong. Als je 20 bent, dan ben je super jong. Je gaat nog super veel fouten maken. Geniet ook van, je staat aan het begin van je leven. En het is absoluut niet de beste tijd van je leven. Die gaat echt nog voor je komen. Dit zijn de jaren waarin je gaat bouwen of je leven gaat vernietigen. De keuze is aan jou. Elke tegenslag is een win. Er zijn heel veel tegenslagen in het leven. Vandaag had ik ook weer een aantal tegenslagen. Die wil ik best met je delen. Ik heb bijvoorbeeld een plein in mijn tand. Dus ik heb vandaag in Bali, in de waar de gezondheidszorg super anders is dan in Nederland, ben ik vandaag naar de tandarts geweest. Nou, ik voel er nog steeds van en ik heb daar nog steeds wat last van. En ik heb een oorontsteking momenteel. En dat weer, dat houdt mij niet om deze video's te maken, weerhoudt me niet om te werken. Het geeft me meer een inzicht van hey, ik zou dankbaar moeten zijn voor het feit dat ik zo gezond heb geleefd de afgelopen jaren. En het gevoel heb dat ik nu een oorontsteking mag hebben. En dus ook kan relaten met andere mensen die ook zoiets hebben meegemaakt. Dus dit maakt me ook weer sterker, die oorontsteking. Ja, zodra deze video online komt, dan heb ik waarschijnlijk geen last meer van die oorontsteking. Dat is het hele ding. Nou, jij bepaalt ook je moed. Jij bent de enige die verantwoordelijk is voor je eigen leven. Jij bepaalt hoe je voelt, niet hoe iemand anders. Dus take control over your own mind. Je weet niet veel in dit leven en zelfs ik niet.
met adviesvideo's, etc., die ik voor je maak. Het enige wat ik doe is kijken wat ik zelf heb meegemaakt en hoe iemand anders daarvan zou kunnen leren. En geduld is een schone zaak en dat is iets waar ik nog steeds heel vaak mee struggle. Ik wil de dingen super snel gaan en speed is enorm belangrijk in het leven, maar ja, je zult nog heel vaak in het leven moeten wachten op bepaalde dingen. Dus train ook daarbij je geduld. En bouw, maar schep niet op. Ik vind dit dus super belangrijk en ook wel toepasselijk voor mezelf. Ga nou eens echt keihard bouwen in plaats van praten over hoe goed je bent. Ik hou ervan als ik mensen hoor die zeggen van hey, ja, je hebt nog helemaal niks bereikt, bij wijze van. En niet om je te kleineren, maar meer van hey, ja, je hebt nog maar een klein bedrijfje of ja, het loopt nog niet echt. Je hebt 5 man in dienst waar praten over, weet je wel. En dat vind ik echt super tof als mensen zo tegen me praten ten opzichte van dat ik ga zitten zeggen van yo, ja, ik heb nu 5 man in dienst en ik woon in Bali en alles gaat lekker. Ik probeer echt te bouwen. Dit is voor mij echt niet de fase waar het eindigt, maar meer de fase waar het begint. Niets is ook zo slecht als het lijkt, maar niets is ook zo goed als het lijkt. Als dingen super slecht gaan, ga dan niet in een down spiraal zitten. En als dingen goed gaan, ga dan niet in een up spiraal zitten. Want de goal is niet de outcome, maar de goal is to keep doing the same thing over and over, day in, day out. Zoals jij wil. Ik bepaal precies hetzelfde. Als ik vandaag een 10k dag hit, doe ik morgen weer precies hetzelfde. Als ik vandaag een 0k dag hit, wat ik niet hoop, dan doe ik morgen nog steeds precies hetzelfde. Nemen van de risico's is de enige manier voorwaarts. En niet wachten op een beter moment. Als je die risico's neemt, dan ga je iets leren en dan ga je progressie maken. Maar als je deze niet neemt, ja, dan blijf je in een leven van comfort. Doe het juiste, ook al doet het pijn. Je hebt soms beslissingen in het leven die je moet maken om andere mensen om je heen of voor jezelf. Maar doe altijd het juiste. En hoe weet je wat het juiste is? Ik denk dat je dat altijd weet op het moment zelf. En achteraf kan je altijd terugkijken. Maar achteraf later komt de spijt, zei Andreas altijd. Als je in ieder geval in dit moment waarin je leeft, de juiste keuze maakt, op dat moment met de kennis die je dan hebt, dan kan je een tevreden man zijn. En zo doe ik het voor mezelf ook. Doe wat je leuk vindt zonder angst. Nou, ik vind coaching een van de leukste dingen om te doen en mensen verder te helpen. En dat vind ik ook super leuk om daar meer mensen in te helpen. En hoe doe je dat nou? Door meer content te gaan maken. Dus ja, mij maakt niet zoveel uit hoe mensen hierop reageren. Maar al kan één iemand hier iets aan hebben, dan hoop ik dat het super waardevol is voor diegene. Ga niet in een relatie. Ik zou niet in een vaste relatie gaan. En als je dat doet, ja, zet dan boundaries op je tijd in ieder geval. Dat vind ik wel een hele belangrijke. En maak vrouwen ook zeker niet je prioriteit. Zorg ervoor dat je wel wat datingervaring opdoet. Maar ik raad het niet aan voor life progressie of persoonlijke ontwikkeling om in een vaste relatie te zitten. Je kan online geld verdienen. Shock. Raar is dat, hè? Nou, er zijn tijden geweest in mijn jongere jaren dat ik dacht dat dat helemaal onmogelijk was. Dat dat niet kan. En dat 90 tot 5 de enige mogelijkheid was. Of fysiek werk om rijk te worden. Dus je kan online geld verdienen. Doe er wat mee. Vind een mentor. Nou, mentor is super belangrijk. Ik coach dus bijvoorbeeld mensen. Maar je kan ook andere mensen kijken naar waar je wilt groeien in het leven. En hoe die jou kunnen ontwikkelen als mens. Dan gaan we alweer naar de laatste en dat is het ontwikkelen van een killer work ethic. Nou, work ethic is zo belangrijk en jij bent zo erg verantwoordelijk voor alles dat ik je aanraad om het maximale uit jezelf te halen. Dit was weer een 8,5 lange value video voor je. Ik hoop dat je dit een super waardevolle video vond. Like en abonneer op dit YouTube kanaal, want volgens mij 60 of 70% van jullie heeft dat nog niet gedaan. En dan zie ik jullie weer snel bij een nieuwe video. Ciao, ciao.